Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en het is vakantie. Dus Jade gaat niet naar school, maar wij moeten wel werken. En we gaan zo meteen naar het ziekenhuis, want we hebben om 9 uur onze 20 weken echo. Super exciting. Ook heel erg leuk dat Sander weer eens een keertje mee mag naar het ziekenhuis. Dat is alweer eventjes geleden. Dus dat is, dat is wel heel fijn. En sowieso, de 20 weken echo is wel echt een moment. Want dan gaan ze dus echt heel uitgebreid medisch onderzoek doen. En dan hopen we dat alles goed is. En dat is dan echt wel een grote geruststelling als alles goed is. En dan kan ik alleen nog maar meer gaan genieten en ontspannen deze zwangerschap ingaan. Verder ook nog grote uitdaging, want het is vakantie, Marlieke is ook vrij, de stagiaire is ziek. Het is super druk geweest dit weekend in de webshop. Dus ik ga zo meteen, nadat ik bij het ziekenhuis geweest ben, ben ik dus later op kantoor. Dus er is gewoon eventjes 2 uur niemand op kantoor, het is wat het is. En dan moet ik heel veel bestellingen in gaan pakken. Dus het wordt een hele actieve dag ook. En misschien ook wel een beetje een stressvolle dag. Ik hoop dat het allemaal mee zit. Dat we een fijne 20 weken echo hebben, dat het ook niet al te lang duurt. Want vaak moet je heel lang wachten in het ziekenhuis. Zeker in het begin, met de fertiliteit, was ik echt steeds eerder aan de beurt. Maar bij gynaecologie hoef je eigenlijk niet eens op tijd te komen. Want er loopt altijd uit, dus je moet altijd wachten. Nou, Sander heeft alvast wat broodjes eruit gehaald uit de vriezer. En die gaan we lekker smeren. Ik moet natuurlijk een lunchbox meenemen, want ik ben de hele dag weg. Hele dag op kantoor. En dan gaan we zo meteen samen Jade naar de BSO brengen. Ik ben echt zo blij dat we gekozen hebben voor BSO. Waarbij je dus ook in de vakanties mag brengen. Daar betaal je iets meer voor. Maar voor ons is dit zo fijn. Want deze eerste week vakantie zijn we zelf ook niet weg. En hoeven we ook geen allemaal rare dingen te gaan regelen en te organiseren. Want ja, het is gewoon eigenlijk zoals altijd. Alleen mijn mamadag is weer wat langer en dat is eigenlijk wel weer heel gezellig. Dus ik ga deze broodjes even smeren. Oké, deze trui is ook echt voor de laatste keer dat ik deze aan kan. Al mijn truien worden echt te kort. Dat komt natuurlijk door die enorme buik. Kijk, dus dit wordt ook de laatste keer dat ik deze aan heb. Nou, gelukkig ben ik alleen vandaag op kantoor. Er is niemand die het ziet verder. Alleen dus eventjes naar het ziekenhuis. Ja, prima. Daarna gaat deze in de was en dan in een bak tot na de bevalling weer. En sinds ik zwanger ben, ben ik ook heel goed bezig met groenten en fruit. Dus ik heb al wat komkommer in mijn lunchbox. Ik heb een banaan en ik ga wat framboosjes wassen en in mijn lunchbox doen. Super fijn. Want ja, dat komt sowieso al op. Ik heb de hele dag natuurlijk wel een beetje trek. En als ik dan gezonde dingen voor handen heb, dan eet ik ook gewoon gezonde dingen. Dus je wilt Twix en citroentje? Dus twee zoete dingetjes. Nee. Wat is er, lieverd? Citroentje is toch niet zoet? Nou, wel toch? Oké. Nou, dan wil ik die. En wil ik, wat is voor Sjan gezond? Je kan kiezen voor... Is pindakaas gezond? Een beetje wel. Een plakje ham, een plakje kaas. Kaas! Ja, wil je kaas? Ja. Oké. Ik wil Twix en kaas. Oké, dus Twix en kaas. Deze moet je eraf halen en dan moet je daar vlak kiezen. Alsjeblieft, mag ik? Ja, ik ga doen. Oké. Dan hou ik wel superveel van jou. Oh, dan wel? Ja, dan hou ik superveel van jou hoor. Oh, jij houdt superveel van mij? Nou, dat is heel lief van jou. Ik hou ook heel veel van jou. Nou, dit is het ontbijt van Jade. 2 boterhammen, 1 boterham met kaas, een halve beschuitenbol met Twix en een halve beschuitenbol met vlokken. Voor 1 keertje dan, hè? Toch vakantie. Wil je die? Ja. Oké.
Dan ga ik twee bazencrackers glutenvrij eten als ontbijt. En nu ga ik al mijn pillen voor de dag klaarzetten, want ik slik er nogal wat. En een deel moet ik nu, een deel moet ik op kantoor en een deel moet ik vanavond. Dus die zet ik alvast klaar op de waterkoker, zodat ik het niet vergeet. 1000 milligram calcium, visolie, elke dag mama, maagbeschermer en aspirine. Dus dit is wat ik ongeveer dagelijks neem. Dus je kan branden en dan moet je aan. Pa, ik heb het zelf gedaan. Nee, je bent, nee, ik kan het niet. Wel. Oh, nou hey, heel veel plezier op school. Kijk, mama, een kusje van jou? Op school, ik bedoel op de BSO natuurlijk, hè? Sander brengt nu Jade naar de BSO en dan gaan we meteen door naar het ziekenhuis. Nog wel een beetje... speling. Het is 8:30. We moeten er om 9:00 zijn. Maar ja, ik vind het toch wel prettig om er op tijd te zijn. En ja, het is ook super spannend. Maar goed, over een uurtje weten we in ieder geval meer, hoop ik. We hebben in ieder geval daarna nog een eerste gesprek met... eerst een echo met de echoscopist en daarna een gesprek met de gynaecoloog. Dus we shall see. Someday I will be the one for you and you will be the one for me too. Someday I will be the one for you and you will be the one for me too. Yes, it's true, I love the things you do for me, the way you smile and laugh at me, it's true. Yes, I do, I love the way you think and talk, I love the way you move and walk, I do. I know it's early, but I mean every word I say, I stay with you through night and day, it's true. You know I'll be there for you. Someday, you could be the soccer mom and I could get the garden done. We komen net terug van de 20 weken echo en het kindje ziet er heel goed uit. Alles ziet er goed uit en klopt en dat is super fijn. Wel is er iets anders geconstateerd en dat is dat ik wat meer vruchtwater heb dan gebruikelijk. Dus ik zit echt boven de curve. En dat betekent dat ik morgen een glucoseonderzoek moet doen. En daar kijk ik niet echt naar uit. Want dan moet ik nuchter naar het ziekenhuis. Dan gaan ze prikken, krijg ik een drankje en dan word ik nog twee keer geprikt. Dus dat is best wel vervelend. Want ik heb best wel wat littekenweefsel in mijn aderen van de hoeveelheid prikken die ik in mijn leven heb gehad inmiddels. Maar goed, in ieder geval met kindjes alles goed. Dus daar ben ik heel erg blij om. Heel gerustgesteld. En nu snel naar werk. Ik ben inmiddels op kantoor en mijn bloeddruk stijgt behoorlijk. We hebben in het weekend al best wel wat bestellingen. Ik weet niet of je het kan zien, want het ligt klaargelegd en kaartjes geschreven. Dus die ga ik nu snel inpakken. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel bestellingen bijgekomen. En ik werd net 3 keer gebeld. Dus het is een beetje stressvol, dus het is niet goed voor mijn bloeddruk. Dus ik ga snel aan de slag en ik zal niet te veel filmen vandaag, want daar heb ik gewoon echt niet zoveel tijd voor. Maar ik neem jullie natuurlijk zometeen mee naar het glucoseonderzoek wat ik morgen heb. Het is de volgende dag, de dag na de 20 weken echo. Ik ben onderweg naar het ziekenhuis. Het is 8:15 en ik ben nuchter. Nuchter in de zin van ik mocht niks eten en niks drinken. Dus geen water, koffie, niks te eten. Gelukkig is die afspraak al om 8:00, want ja, ik moet dus een paar uur zonder eten en drinken. Dat vind ik eigenlijk het hele vervelendste aan deze test. Ik vind het niet erg om naar het ziekenhuis te moeten. Dus ik ga het over me heen laten komen. Ik hoor dat het drankje wat ik zo meteen moet drinken heel vies is. Eerst word ik geprikt, dan krijg ik het drankje en dan nog 2 keer geprikt in 2 uur tijd of zo. Of 2-3 uur tijd en dan mag ik naar huis. Dus ik verwacht dat ik wel rond een uurtje of 11:30 misschien weer naar huis kan. Ik hoop het. Ik heb wat te lezen mee. Ik ben een leuk boek aan het lezen van Shirley Visser, De Introverte Moeder. Dus op zich kijk ik wel naar uit om dan gaan even lekker verder te lezen. En ik heb morgen op werk ook een hele drukke dag. Dus ik dacht ik kan ook misschien wel mijn taken van morgen alvast doen. Want ik moet fysiek veel dingen doen. Dus wat dat betreft denk ik, ik ga me wel vermaken. Dat komt wel goed. En dan nog even de uitdagingen lege maag en mondkapje. Dat ik niet helemaal misselijk word van mezelf. Nou, dat zal ook wel mee vallen. Maar we gaan het zien. Ik kan er niet meer over zeggen dan dit.
Nou, de eerste keer prikken en het drankje zit erop en het viel eigenlijk super mee. Want ik heb een soort trucje waarmee ik hele vieze drankjes wegdrink. En dan hou ik mijn neus dicht en dan drink ik daarna een klein slokje water en dan proef ik er eigenlijk helemaal niks van. Dus dat was echt top. Dus mocht je ooit de glucosetest doen, neus dicht houden en atten, ging echt top. Ik heb echt niks van gemerkt. Dus nu moet ik een uur in de wachtkamer zitten en dan word ik straks weer geprikt. En ik heb mijn laptop en mijn planner mee, dus ik ga eerst even lekker plannen en dan... Ben je aan het werk? Nou, ik sta eventjes op het toilet. De tweede prik is ook geweest. Die ging heel erg goed. Het deed ook geen zeer. Dus ik ben echt super, super, super blij. Want het is natuurlijk dezelfde ader. Maar ze prikte net eventjes iets erboven. Ik voel me oké. Ik kreeg een klein beetje een misselijkheidsvlaagje. Maar goed, als je zwanger bent, heb je dat wel vaker. Dus ja, ik vind het tot nu toe heel erg meevallen. Ik heb al dingetjes voor werk gedaan die ik moest doen. Super fijn. En ik ga nu ook nog eventjes iets doen voor werk. En dan heb ik straks lekker meisjesdag met Jade. De hele dag met Jade, want het is vakantie. Dus Sander past nu eventjes op Jade. En dan straks ben ik met haar. Dus een uurtje en één prik. Het zit erop. Oh, een beetje mascara hier. Het zit heel erg mee. De derde prik deed ook niet zoveel pijn. Dus dat is weer goed gedaan. En weer zit erop. Dus de glucosetest is klaar. Ik krijg donderdagmiddag de uitslag. Maar jullie krijgen hem nu al te zien. Zo, het is donderdag en ik ben nu precies 20 weken zwanger. Echt super leuk. Ik ben gewoon op de helft. Dat is wel echt een hele mooie mijlpaal. En ja, natuurlijk met een goede echo, 20 weken echo, ja, ben ik heel erg blij. De glucosetest krijg ik vandaag, einde dag, de uitslag van. Dus ik vind het heel spannend. Ik heb stiekem al eventjes gekeken bij het lab, want dan kan je zelf inzien in je eigen patiëntendossier wat de waarden zijn. Dus ik heb het vermoeden dat het oké is. Maar goed, ik wil dat natuurlijk wel eventjes bevestigd hebben van een arts. Dus ik hoop dat ze snel belt. Oh ja, misschien nog een klein tipje. Ik pas dus heel veel truien niet meer. En dit is dus gewoon de trui van Sander. Dus super fijn, want dat zit gewoon lekker wat wijder en wat aangenamer. Dus kijk eens eventjes in de kast van je vriend of man of daar iets zit wat je aan zou kunnen als je, zwanger bent. Hallo met Juliette. Goeiedag Juliette, spreek aan Prina Ziekenhuis. Hallo. Hallo, dit is mevrouw Molenbeek denk ik, hè? Klopt, ja. Ik bel u naar aanleiding van de suikertest die u heeft gedaan. Ja. 2 dagen geleden. En ik heb een goede uitslag. Gelukkig. Netjes binnen de lijntjes omgestort. Oh, goed. Dus, daar zijn we erg blij mee. Dus dat betekent niet dat er diabetes gravidarum is vastgesteld. Hè. Dus geen zwangerschapssuiker. Ja. Nou, dat is in principe goed nieuws. Hè. Daar zijn we heel erg blij mee. Wat nou wel een beetje de vraag is, hè, want de reden dat we dat gedaan hebben, is omdat u wat ruimer vruchtwater had bij de 20 weken echo. Ja. Wat mijn voorstel is dat we volgende week nog eens heel eventjes naar het vruchtwater gaan kijken, om te kijken hoe het er dan voor staat. Ja. Op het moment dat dat dan wat verminderd is, hè, dan zijn we daar akkoord mee. Ja. En dan gaan we verder door zoals we nu al de hele tijd doorgaan. Ja. En mocht het nou zo zijn dat er volgende week alsnog sprake is van wat ruime vruchtwater, dan gaan we u voor een extra uitgebreide echo laten zien, net als de 20 week echo. Ja. En die zal dan in het maxima plaatsvinden en dan gaan we kijken van, kunnen we een andere oorzaak vinden van dat ruimere vruchtwater. Het is eigenlijk ook een soort standaard iets. Het klinkt heel vervelend, maar hè, ook om zeker ervan te zijn om echt dingen uit te kunnen sluiten. Ja, begrijp ik. Dus dan kom je nu in die molen terecht als het ware. Ja, nou, goed nieuws. Ik heb geen zwangerschapsdiabetes. Dus dat is echt heel erg fijn. Wel moet ik volgende week nog voor extra onderzoek om te kijken of het vruchtwater inmiddels al iets minder is geworden en dat het gewoon een momentopname was. Of omdat er dus toch nog iets achter ligt waardoor er meer vruchtwater is dan normaal eigenlijk. Dus ik kan deze vlog afsluiten. In ieder geval met het goede nieuws dat het geen zwangerschapsdiabetes is. En ja, dat is toch wel mooi nieuws op mijn 20 weken dag. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vind je dit soort video's leuk? Geef alsjeblieft een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat ook vooral. Ik vergeet dat steeds te vragen. Maar druk vooral eventjes op die rode knop om mij ook te volgen. Doeg!